Ja, op een zeer mooie locatie. Ze durven niet meer in en uit te lopen. Politie is in paniek. We moeten hier weg. We zijn hier bij een conferentie 1 en 2 november. Voor ja, bescherming voor vrouwen. Regels voor vrouwen. Internationale rechten voor vrouwen. World Economic Forum, nee, World Forum, Den Haag. Alle vlaggen zijn daar. Hey! Hun strijden wel hoor, ze gaan niet weg. Politie weet geen raad. Ze durven niks. Jouw stilte is geweld. Je kiest door te zwijgen als je niks voor de Palestijnen hier zegt. Als je niet opkomt voor de Palestijnen, ben je strafbaar. Geen vrede door de bezetting. Vrouwen tegen fascisme. Van Kashmir tot de Palestina. Amerika Latina stands with Palestina. Free Palestina from the river to the sea. Huil, rouw voor de doden en strijd voor de levenden. Feministen zullen altijd tegen bezetting zijn of ze zullen geen leven hebben. Feministen zwijgen over Palestina. Soedan, Congo is patriarchie geweld. Patriarchisch geweld. Ceasefire now. Stop met oorlog voeren tegen de Palestijnse gebieden. Stop het geweld. Oxfam Novib. Politie durft niet in te grijpen. Sorry, can I make your back? No FFP without Palestine, thank you. Foreign feminist policy. Palestijnse vrouwen worden hier niet vertegenwoordigd. Ja, toen ik hoorde dat hier een actie was, moest ik wel komen. Want ja, het is hier bij het World Forum. Dit is zo'n belangrijke plek voor de hele wereld. Symbolisch gezien, alle vlaggen hangen daar. Volgens mij hangt de Palestijnse vlag er niet bij. En dat vond ik wel erg triest. Maar hun strijden echt en ze horen ook bij deze conferentie. Ze zeggen wij komen in opstand dat deze conferentie zwijgt over de genocide in Palestina, in Gaza. Dus door te zwijgen hebben ze hun kant gekozen voor de Zionisten. Dus bij toeval kwam ik deze actie tegen. En ja, ja, jullie weten een beetje hoe ik soms stand-by sta. Kijk, deze vlag hangt er wel. Wat niet de ster is van David, maar de ster van Rephaïm, een afgod. Een satanistische afgod. Hier hangen heel veel vlaggen van heel de wereld. Volgens mij alle leden van de Verenigde Naties. Ik ben hier wel vaker langs gefietst. Ik hou van vlaggen. Ik vind het altijd mooi om te zien. Daarom dat ik ook meteen gekomen ben toen ik dit toevallig tegenkwam, deze actie. Novotel.
Politie durft niet in te grijpen. Misschien wachten ze nog op versterking of ME. Maar we moesten weg voor de ingang en ze weigerden gewoon weg te gaan. Dat is mentaliteit. Stop de genocide! Stop de genocide! Stop supporting 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 genocide! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea! From the river to the sea! En natuurlijk de Oekraïnse vlag erbij, want we zijn internationaal. En de witte vlag voor de vrede. Stop supporting genocide! Ja, geweldig. Stop supporting genocide! Peace, not war. International. Stop supporting genocide. Stop supporting genocide. Stop supporting genocide. Feminism is not genocide. Als de politie gaat ingrijpen, dan kom ik bij jullie terug. Feminism is not